Een spannende dag vandaag voor Carla uit Ospel, want voor het eerst komt de plusbus haar halen. Dat moeten we nog zien, hè? Hoe dat allemaal werkt. Ja, dit is een initiatief wat mensen zeg maar, de gelegenheid biedt om zelfstandig boodschappen te doen. Met een beetje begeleiding. Maar vooral voor mensen die het heel moeilijk vinden om dat nog alleen te doen. En zo hoor je erbij, zo kun je meedoen. Goeiedag. Goeiedag. Ik ben Jacques. Kalletje moet erin, denk ik, hè? Ja. U mag daarin. Nou, wat is nu voor u het fijnste van dit nieuwe initiatief? Meer mensen zien, er weer uitgaan. Nee, want ik zit al 24 jaar alleen en dan is het wel lekker als je weer eens wat mensen om je heen krijgt. Ik weet niet of er nog iemand moet komen. Gaat het lukken? Jo, je mag. In Nederweer staat er dan al een heel welkomstcomité klaar om het initiatief te lanceren. Voorzichtig, hè? Ja, we staan weer. Met een kleine 5 minuutjes vertraging, maar dat hoort bij zo'n ceremoniële opening. Brede verkeerd. Ja. Dus we moesten omrijden. Hoort erbij voor de eerste keer. Ja, was voor hem ook de eerste keer natuurlijk. Dus het is ook vooral gezellig. Dus het gaat er vooral om dat we mensen in hun kracht houden, zodat ze zo lang mogelijk mee kunnen doen in onze gemeenschap. Maar het gaat niet zozeer om de boodschappen. Carla wil vooral uit die eenzaamheid. Tussen de mensen met een stuk rijstenvlaai. Lekker. Ja? Ga je de volgende keer ook wel mee? Ik ga wel vaker mee, is mijn bedoeling. Want ik vind het zelf ook reuze gezellig. En belangrijk om de mensen te ontmoeten. En als de vlaai op is, maken Carla en vrijwilligers de ronde voor de boodschappen. Ik kom helemaal niet in de supermarkt. Oh. Ik laat het thuis bezorgen door de Albert Heijn. Oh, wat fijn dan nu. Ja, dan mag ik weer zelf. Maar ja, alles is nieuw, alles staat overal anders. Heerlijk. Veel maar plezier. We komen er wel uit. Mensen zoeken elkaar op, hebben oog voor elkaar. En ik zal niet zeggen dat we iedereen al bereiken, maar dat is wel eens ons hoogste doel en ons streven. Dankjewel. Er zijn nog plaatsen in de bus, dus belangstellenden kunnen zich melden bij de gemeente Nederweert.